Dit is een setje, dat noemen wij een rapid response set. Dat is een klein radiostation in een plastic box. Die gaat nu naar Haiti toe. Er zit een FM-zender in, er zit een mengtafel in, er zitten microfoons bij, er zit een cd-speler en een laptop in. Dus je kunt montage, maar je kunt ook opnames maken. En hiermee kun je de eerste informatievoorziening voor radiostations weer op de gang brengen. Radio Netherlands Worldwide has developed a mini radio station, which it lends to journalists in disaster zones. Deze gaat naar Haiti. Daar zijn een heleboel radiostations getroffen door de aardbeving. En deze gaat een x-aantal radiostations helpen om snel weer in de lucht te zijn. Nou ja, zoals je kunt voorstellen, een heleboel gebouwen zijn ingestort, waaronder ook radiostations. Maar er zijn er dusdanig veel getroffen, en zeker op technisch gebied, dat dit gewoon nu nodig is om daar de informatievoorziening weer op gang te krijgen. Deze hebben wij zelf ontwikkeld. Deze set, er zijn er twee van deze naar Indonesië gegaan, naar Padang, nadat daar de aardbeving was. En ja, die draaien nog steeds om daar de hulp, de informatie te blijven helpen, en zodat zij hun radiostation kunnen opbouwen. Dit is echt een noodset. Hij is heel klein, maar het is echt bedoeld om tijdelijk, een week of zes tot en met een week, maand of drie, om mensen de gelegenheid te geven de boel op te bouwen. Hebben mensen nog wat transistorradio's om ook die uitzendingen te kunnen ontvangen? Ja, auto's hebben dat gelukkig. Dus je kunt al sowieso een heleboel met een autoradio. Het zal niet zo zijn dat iedereen een radio heeft. Maar men kan delen. En ervaring leert met zo'n set dat op het moment dat je hem aanzet, mensen zijn sowieso blij met elke hulp die komt. En zeker met informatie. Mensen komen daar eigenlijk als mieren op af, omdat ze bijna altijd een verhaal hebben om te vertellen. Mensen willen willen namen doorgeven. Je bent een baken om echt informatie achter te laten. En dat heeft met zo'n set, ja, zet het neer en mensen komen vanzelf erop af. Zo, naar de postkamer.